Hoe leuk is het zo'n boek over het WK hockey? Ja, ik zou zelf wel weer kind willen zijn, want in mijn tijd had je het niet. En het is wel ontzettend leuk dat het voor kinderen een boek uitkomt dat ze op eigen naam kunnen krijgen en een eigen wereld meemaken. En vooral omdat het over het WK gaat, dus het is alvast de voorpret voor het WK. Waarom wilden jullie dit? Nou, we vinden het echt gewoon leuk voor kinderen dat ze al iets kunnen lezen wat in het wereldkampioenschap gaat spelen en wat daar spannend aan kan zijn. En Gerard van Gemert had al heel wat kinderboeken over hockey geschreven. Dus het was heel leuk om het nu heel specifiek voor het WK te doen. Lekker een half jaar van tevoren iedereen een beetje wakker te maken. Oh ja, verdorie, dat gaat gebeuren. Sinterklaas, Kerstmis. Veel kinderen gaan het wel kopen, denk ik. Hoeveel verwachten jullie dit te verkopen? Dat weet ik niet. Maar er zijn iets van 50.000 kinderen die er voor aan mee komen. Als er 5.000, 6.000 minimaal zijn, dan zou je niet verbazen. Nu. En dan tijdens het WK denk ik dat we harder gaat lopen. Want dan kan je met een eigen foto met een wereldbeker op de voorkant komen. Dat gaat ook wel leuk. Ja, dat is wel bijzonder. Het boek wordt gepersonaliseerd, dus je kan je naam doorgeven. Wordt er een eigen boek over jou dan gemaakt? Ja, dat is ontzettend leuk. Anders lees je een boek over iemand anders. Nu ga je er zelf in. En je kan nog wat dingen veranderen met je vriendjes. Dus ik denk dat het voor een kind wel heel erg leuk is om het zo te krijgen. Waarom hier in Alphen aan de Rijn presenteren? Nou, Gerard van Gemert, de schrijver hier woont. Een club die heel erg een opkomst, heel veel kinderen heeft. En niet zo vaak in de bekendheid staat. Dus al die redenen vond ik leuk om naar een andere club te gaan dan de bekende clubs waar we altijd heen gaan. Hoe gaat het met de voorbereiding op het WK? Nou, gaat heel goed. Je hebt gezien, de accommodatie is gelukkig ook opgelost nu bij ADO. Kaartverkoop loopt heel erg goed. En we merken dat iedereen langzaam wel erg warm gaat worden voor het WK. Het bedrijfsleven gaat heel erg goed. Dus wij zijn heel tevreden. Hoeveel kaarten zitten jullie inmiddels? Ik denk, als we tellen zo'n 180.000 kaarten weg zijn van de 200.000. Dus dat is fors. Gaat hard, ja. En dan gaan we 1 februari het wedstrijdprogramma krijgen. Ja, dan denk ik dat de grote klap er daar nog een keer gaat komen. Want dan wordt duidelijk wie wanneer gaat spelen. Ja, je hebt heel zelf tegen wie speelt, maar ook wanneer de andere landen gaan spelen, op welke dagen. En de ervaring leert dat dan iedereen, ook in het buitenland. Heel veel mensen dan gaan zeggen, ah, we laten de Belgen spelen op welke dag, de Duitsers. Ja, die komen dan met grote groepen aan. Wat gaat er nou zometeen het snelste zichtbaar worden van het WK? Wat zei je? Wat gaat er nou zometeen het snelste zichtbaar worden van het WK? Nou, ik denk dat je nu eerst de situatie gaat krijgen dat we meer in de stad Den Haag gaan doen en steeds meer op de website. Maar zodra het NL zelf bijvoorbeeld 19 november het Westlandveld kan openen, dan krijg je weer, het gaat weer leven. Dus zodra het NL zelf weer op pad gaat, gaan mensen het echt merken.